In 1914 breekt in Europa een van de grootste oorlogen uit de geschiedenis uit: de Eerste Wereldoorlog. En in deze playlist gaan we door die hele vier jaar van die oorlog heen lopen. Maar we starten even voor 1914, want we gaan eerst eens kijken hoe die oorlog kon ontstaan. En dan moeten we een tijdje terug in de geschiedenis, want vanaf ongeveer het jaar 1870 zie je dat er tussen een aantal grote Europese landen steeds meer spanningen komen. En dat zie je dan op dit soort kaarten, zie je dat dan ook verbeeld worden. Hè. Je ziet daar een aantal landen die allemaal de wapens hebben gepakt en die elkaar dwars gaan zitten. Maar goed, waarom is dat dan eigenlijk precies? Wat zijn de oorzaken voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog in 1914? Nou ja, dat heeft er vooral mee te maken met dat de stemming in verschillende landen onder de bevolking echt omslaat. Zo wordt de bevolking op verschillende plekken bijvoorbeeld militaristischer. Daar zit het woord militair in, dat heeft dus te maken met het leger. Eigenlijk komt erop neer dat ze uh, het leger en dat je ergens voor moet vechten en dat er gestreden moet worden, dat mensen dat belangrijker gaan vinden. Nee, en dat zorgt dus ook voor meer steun voor het leger en voor een eventuele oorlog. Ook zien we dat bevolkingen nationalistischer worden. En ze worden trotser op hun eigen land, daar willen ze ook voor uitkomen en ze vinden hun eigen land misschien ook wel beter dan een ander land. Um, de Duitsers waren bijvoorbeeld net één land geworden. Nou, dat gevoel dat zorgde er echt wel voor van, uh, dat ze samen sterk wilden staan. De Fransen waren juist een keer door die Duitsers verslagen in een oorlog. En die wilden dus wraak eigenlijk op Duitsland. Nou, dat zorgde ook voor een uh, nationalisme, want alle Fransen samen kregen een hekel aan Duitsland. En zo zie je dat dus op verschillende plekken in Europa gebeuren. We zijn trots op ons land, nationalisme dus. We willen ook, uh, het, we vinden het leger ook belangrijk. Nou, dan heb je al twee belangrijke ingrediënten waarom een oorlog uit zou kunnen breken. En dat moderne imperialisme dat we ook eerder hebben gezien, die strijd om die koloniën in Afrika en Zuidoost-Azië, zorgt er ook voor dat landen elkaar steeds meer in de gaten gaan houden en dat ze elkaar ook echt dwars gaan zitten. Want op een gegeven moment raakt Afrika wel bijna helemaal verdeeld en dan komen ze elkaar steeds meer in de weg te zitten. Want wie pikt dan de laatste gebieden in? Dus dat zorgt ook voor meer strijd en concurrentie tussen de grote Europese landen. En dit zijn dus al allemaal redenen waarom een oorlog uit kan breken. Maar een andere reden waarom die oorlog uiteindelijk ook uh, zo gruwelijk zal zijn, is dat uh, de industrialisatie, de opkomst van de fabrieken, zorgt er ook voor dat er modernere wapens zijn. En als de regeringen die dan ook nog massaal aan gaan schaffen, hè, ze gaan grote marineschepen laten ze bouwen en ze schaffen allerlei andere wapens aan, dan ontstaat er een soort wapenwedloop, een wedstrijd zeg maar tussen landen wie het grootste leger heeft. En zo groeien die legers steeds groter. Nou, dan wil die uiteindelijk ook wel in gaan zetten natuurlijk. En omdat de Europese landen steeds meer het vermoeden beginnen te krijgen ook dat het wel eens een keer een oorlog zou kunnen gaan worden, gaan ze ook bondgenootschappen met elkaar sluiten. Hè. Ze spreken dus met elkaar af van, hé, hey, als jij mij hebt als ik word aangevallen, dan help ik jou. En zo ontstaan er in Europa twee grote clubs van landen, twee grote bondgenootschappen en die zullen ze even op een rijtje zetten. De centrale tegenover de geallieerde. De centrale, dat zijn de landen die hier in het blauw op het kaartje zijn. Uh, die liggen centraal in het midden in Europa. En de geallieerden, dat zijn de groene gebieden. Nou, als je dat kaartje even iets schematischer maakt, dan hebben we hier dus de belangrijkste geallieerden en centrale. Uh, de centrale, dat zijn dan Duitsland, Oostenrijk, Hongarije. Dat is op dat moment één land. En het Turkse Rijk of het Ottomaanse Rijk. En de belangrijkste geallieerden, dat zijn Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië. En als je wel weet hoe die spanning in 1914 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog leidde, dan moet je snel verder naar de volgende video.